We're here at the Baltic Summer Bar. Each summer we interview all our members because we need to learn their priorities. Today we will present those priorities because based on these priorities of our members, we will make up an action plan. And to bring those priorities into perspective, we organize a panel discussion on the link between digital and economy. That panel discussion will be introduced by Jan Eekhout. Jan Eekhout is the author of The Profit Paradox. And in that book, the relation between economy and digital is very well explained. The main message of The Profit Paradox is that, in general, profits are good, are stimulating firms to innovate. But that's not the case if firms make large profits because they stifle competition. And if there's not enough of competition, that is causing distortions in the rest of the economy. And the story of The Profit Paradox is precisely to seek those causes and also illustrate the consequences. And ultimately, we want to come to ways in which we can resolve the issue, which is inspired by what's going on in the tech world. We zijn aan het digitaliseren en dat maakt dat we eigenlijk de overstap aan het maken zijn ook naar cloud-technologie. We zien grote concentraties rond de drie giganten op dat vlak, waarbij het grote gevaar is dat je ingesloten wordt in een ecosysteem waar je nog moeilijk terug kan uitstappen. En daar rekenen we een beetje op Beltug om onze belangen te verdedigen ten opzichte van de grote giganten. In conclusie denk ik dat we kunnen stellen dat de coronapandemie en de manier waarop de centrale banken en de overheden hebben gereageerd op die pandemie heel sterk in de kaart heeft gespeeld van technologiebedrijven en waarschijnlijk minder in die van traditionele bedrijven. En dat heeft zeker een rugwind gegeven aan de gehele technologiesector. Een rugwind die denk ik nog de komende jaren positief zijn rol zal kunnen spelen.